Hey mensen, welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Wij dachten wat Master Milo kan, kunnen wij ook. Samen met mijn zoontje heb ik daarom een parodie opgenomen op Master Milo zijn werkplaatsvlog. En vandaag neem ik jullie mee, samen tussen de auto's hier en de kleine andere werkjes die we gedaan hebben. Veel plezier, willen jullie meer zien van ons? Laat iets na in de comments of in de reacties, zoals het in het Nederlands heet. En dan maken we misschien wel een tweede filmpje. Wat zijn we aan het doen? Lampen van de Corolla aan het opschuren. Het ziet er goed uit deze al. Ja, zeker. Genoeg tijd aan besteed. Weet je wat ik ga doen ondertussen? Nee. Leuk een beetje gereedschap bestellen bij HBM, dat we verder kunnen. Mooi. Voilà man, wat zijn we aan het doen? Nou, we hebben hier de voorste remkouwen van onze Corolla. Gedemonteerd, hebben we opgeschuurd en nu al volledig geverfd met de hammerhead. En nu gaan we deze stukjes ook nog opschuren, zodat het vuil er vanaf gaat. Het zijn de geleiders, hè? Voor de remklauw mooi te laten geleiden, soepeltjes op en af te laten gaan. Als het straks klaar is, kunnen we het laten zien. En we hebben ook geïnvesteerd in een volledige revisieset met alle nieuwe rubbertjes om de remklauw eigenlijk echt volledig te vernieuwen. Ook altijd het correcte vet gebruiken. Dit is een keramisch vet. Kost ietsje meer, maar kan tot 1500 graden. Ander vet zou bijzonder vloeibaar worden. Bijvoorbeeld het traditionele vet, kogellagervet, is iets wat veel gebruikt wordt ook. Ik ga niet zeggen dat het niet werkt, maar alleszins is het beter om echt het juiste vet voor het juiste doel te gebruiken. En keramisch vet is hier zeker aan de orde. Voor alles wat geleiders is, die hier binnen ingaan, zeker nooit koppervet gebruiken. Koppervet wordt enkel gebruikt voor het monteren. Deze bouten, als die in orde zijn, daarmee kunnen we wel koppervet voor de montage toevoegen, zodat het bij volgende reparatiebeurten makkelijk is om het los te halen, maar zeker niet gebruiken voor alles wat begeleiders is of wat hier achterin zit, omdat daar het vet niet geschikt voor is. Nou, eens kijken naar de resultaten ondertussen. Het is dan een andere, maar het gaat er natuurlijk erg goed vanaf. Hier kunnen we het resultaat laten zien van het verschil voor en na. Voor, na. En het is natuurlijk duidelijk dat hier die vuilaanslag, die maakt dat remklauwen gaan vastzitten eventueel. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Dan ga je aanlopende rem krijgen, remblokken die snel verslijten, warmte, slechte remmen bij het afremmen, omdat ze reeds warm zijn. Dus het is heel erg belangrijk dat dat allemaal netjes zuiver is. Als je toch de remklauw reviseert, van zeker daar voldoende aandacht aan te geven. Ook aan de kleine details, om te zorgen dat alles zeker netjes terug samen bij elkaar past en goed begeleid wordt. Ja. Mooie nieuwe rubbers voor hierin. Dus dit zijn de rubbertjes. Die komen hier eigenlijk overal in. Hè. Hier zit een mooi groefje in. En dat gedeelte wordt dan netjes opgevuld met vet. En daarin gaan de geleiders die we net hebben proper gemaakt. Voor eventueel deze rubbers te plaatsen kan er wel een beetje lager vet gebruikt worden. Of vaseline of eender welk ander hulpmiddel. Dus daar maakt het minder op uit. Wat hebben wij gedaan? We hebben deze vier boutjes, hebben we de schroefdraad mooi van proper gemaakt. En hebben we er terug in gemonteerd, zodat de remklauw buiten dan de remblokjes al volledig compleet is en gemonteerd kan worden. Met deze andere vier boutjes, die we ook van koppervet hebben voorzien. Zodat ze vloeiend in de wielhub passen. Zo, de remmen zijn volledig gemonteerd, dus nu zullen we ze gaan monteren op de Corolla. Netjes. Zo handig, hè, zo'n hakkenjakje. Ja, hakkenjak hebben we, maar ja, het zou te makkelijk zijn, hè. Inderdaad, is dat, hè. Dus dat wordt dan niet.
Lukt het? Ja, die zit erin. Ik zal hem nog even komen aandraaien voor het vuur monteren. Dit hier, oh, pas op met je hoofd. Dit hier ook gelukt? Ja, het zit vast. Super, het ziet er heel goed uit. Ik ga hier, al eens een velg opzetten. Ja, dat is goed. Dan moet je mijn camera toch hier voor. Dat is goed, ik zal hem meepakken. Al dat mooie werk, daar zie je niks van. Nou, zalig. Ja, dat heb je gezegd. Dat is het. Zie je? Oh, maar kwaliteit. Oeh, dat ziet er sowieso dat dat in die velg past. Nu weet je ook direct welke maat velgen dit is, hè? Ja, inderdaad. 14 duimers. Ja. Ik weet niet naar waar we gaan. 15, 16 misschien? Wat 15. Okay. 16 is wel mooier, denk ik. Dat is wel mooier, maar je moet kijken als we hem op de grond zetten, dat we dan niet dat hem hier ergens... Nee, dat is niet, hè. Dat ligt aan de dikte van je band, hè. We nemen een 16 duims. Maar ik wil geen 16 duims en gelijk... Laag profiel? Gelijk, ja, dat wil ik maar niet. Maar dat is niet, hè. Dat gaat ietsje lager zijn, maar niet heel laag profiel, hoor. Ja, deze zal denk ik, deze is 45, hè. Dat is al 45. Ja, dat is 45. Dit? 60. 60, jongen. Ja, ja, dus ik denk als je naar 15 gaat, dan kun je wel gaan naar... 45, ja, misschien, 50. En in plaats van 185, misschien gaan naar 195. 45, moeten we kijken, er bestaat een online calculator, hè. We gaan ze nu gewoon aantrekken en het echt vastzetten van de velg doen we als de wagen op de grond staat, omdat dat beter is voor de gewrichten en kogellagers. De beruste wagen. Ja, goed, dus dit... Ah, ik denk... Dat zit al redelijk vast als hij in versnelling staat. Dus ik denk wel dat dat in orde gaat komen. Ik zou hem nog niet lager zetten aan de andere kant. Ja, dat zijn klein velgjes eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Als hij zo omhoog staat, is dat... Een 15er zou nog wel handig zijn. Ja, 15, 45 ja. En dan dat zou mooi zijn, denk ik. Ja, het raakt niet hoor, maar... Nee, nee, hij raakt niet, maar dat is er juist voor gemaakt, dat zie je. Inderdaad, ja. Nu, je ziet ook niks van al het mooie werk wat we nu gedaan hebben, hè. Als je hem van binnen in neutraal zet, kan je het wiel draaien normaal. Het staat niet in neutraal. Nee. Ja. Lukt het? Mm-hmm. Hoeveel druk gaan we zetten? 1,7. Hoeveel zat erin? Nou, ongeveer 0,9. Oh ja, heel weinig. Ja, je zag ook dat hem echt plat stond, de banden. Mm-hmm. Nu ja, nieuwe banden moet hij sowieso hebben, maar voor nu hier verder eraan te werken valt het wel mee. Dan kunnen we alleszins hem verplaatsen. Hoe staat op 1,7? Zet hem maar op 1. Hoeveel heb je? 1,7? 1,7. Ja, is goed, jong. Ja, ja, is goed. Voilà, nu de andere kant ook en dan kunnen we verder kijken naar de ergere problemen. Hier hebben we de 4AGE-motor, een van de dingetjes die we al gedaan hebben. Dus ja, het standaard onderhoud, nieuwe olie, nieuwe filters, nieuwe bougies, al dat soort dingen zijn gedaan. Het enige waar we nu nog een beetje een puntje hebben is, we hebben de distributieriem vervangen. Hier, normaal ligt deze motor eigenlijk in de vorige generatie Corolla in de andere richting. De AE86 was achterwiel aangedreven. Daardoor zie je ook bijvoorbeeld dat de oliemeetstok op een zeer onhandige plaats zit. En dus wat we nu als probleem hebben is dat de krukaspoelen die daar ergens helemaal daar beneden zit, die kunnen pas aantrekken nu dat de wagen op de grond staat en nu dat we de wielen kunnen blokkeren, want anders draaiden eigenlijk de wielen gewoon mee rond. En dat was eigenlijk het laatste dingetje wat we moeten doen om een eerste start terug te doen van de motor nadat we alles eraan vervangen hebben en alles netjes hebben proper gemaakt wat van aan de inlaat zat en al dat soort dingen, want dat behoorlijk veel vuilen. Dus ik ga hier even de krukaspoelie aandraaien nu en dan kunnen we hem normaal starten. A few moments later. Nog een belangrijk puntje. Het is eigenlijk altijd belangrijk als je aan een wagen werkt dat je zeker altijd de accu afkoppelt. Ja, vooral voor het elektronische of voor heel het elektrische systeem wat er al in zit. Maar dat zorgt er ook voor als je je auto op een krikje omhoog zet of zo, dat je zeker niet toevallig de wagen zou gaan starten of iets dergelijks. En met alle gevolgen van dien. Hè. Deze wagen stond met zijn vier wielen omhoog. Ja, dat zou niet geweldig goed komen. Dus ik ga dat nu hier al terug aanmaken. Want we gaan een eerste start doen. Zorg dat hij zeker goed contact heeft. Dus voilà. Heel even het sleuteltje pakken om dit hier nog een beetje bij aan te draaien al. Dat zeker goed vast zit. Anders kan je hier ook krijgen dat je accupolen heel erg warm worden. En dat zou niet geweldig goed zijn voor de accu ook niet. Het is ook niet zo heel veel moeite om het even vast te draaien. En terug los te draaien als het moet. Ja, stuur maar al te goed.
Dan moet je de sleutel een tikje omdraaien. Zo. Bij accupolen is het zo, vast is vast. Het gaat om vrij zacht metaal hier. Dus dat is al goed. Zo. Voilà. Nu zijn we eigenlijk op het moment aangekomen. Krukaspoelie staat vast. Alle olie en dergelijke zou in orde moeten zijn. Linus, je mag hem eens in neutraal zetten. Ik ga heel even mijn camera verplaatsen. De wielen staan nu niet helemaal recht. Ik kan nog één toertje draaien. Zo, dat is recht. Goed. Ja, oké. Nu mag je de... is dat zeker in neutraal, hè? Oké, dan mag je de embrayage induwen. Eén tikje aan de sleutel, anders draaien om te kijken of het contact aangaat. Ja, probeer maar eens. Dat is een platte accu. Dus dat is geen probleem. We hebben een lader die even kan boosten. Dan gaan we nog eens proberen de koffers open. Goed, dan gaan we hier heel even kijken. Om deze erbij op te zetten. De wagen heeft een tijd stilgestaan, dus op zich is het niet abnormaal dat er... Oh, ik ruik wel al benzine. Zo, dan gaan we heel even kijken hier. Ja, nee. Probeer nog eens. Zijn eigen stil. Oké, wacht. Benzinetankje is open. Ja, ja. Benzinetankje open. Dat is ook een hendeltje daar. Meer naar boven, denk ik. Ja. Goed, ik ga bijtanken. Zo, we hebben de benzine bijgevuld. Ik zou zeggen, Linus, go. Probeer maar eens. Grote moment, hij kan terug op zijn pootjes. Heel even kijken hier. Opgepast, komt ie, hè. Handrem staat er nog bij. Hè? Hij wel, want dat ook. Zo. Van heel dat werk wat we nu in de afgelopen maanden gedaan hebben, zie je niks meer. En wat gaat het gebeuren? Deze. Ketel wassen of wat? Ja. Is nodig precies. Gelukkig dat hem nu gespoten moet worden, want oh hoi. Ja, ja. Erg smerig, hè. Oh, wacht. Right, we gaan hier de prussen aan elkaar zetten. Die plastiekjes heb ik gefabriekt op de 3D-printer. Dat is mooi. Ja, alle mogelijke kleurtjes, maar we moeten ook een folietje hebben. Dus, een folietje. Even meten.
70. Op. 50. Hier krijgen we er 6 uit als alles goed gaat. De ideale truc is een niet-permanente marker gebruiken voor een whiteboard. Die kunnen we dan daarna met vochtige doekjes netjes afwassen. Dus we gaan eerst hier de helft nemen. Hoppa. Helft van 50 kan ik uit mijn hoofd, 25. Wat zei je, 35? Ja. Als je heel slecht kunt tellen wel. Goed. Hoppa. 70 gedeeld door 3. Is 23,33333. Dat weet jij ook maar omdat het op de computer al uitgerekend wordt. Goed toevallig. Dus. Omdat ik niet wil beginnen rekenen, draai ik het even om, want het worden 3 exacte delen. Dus ook hier. Ietsje meer dan 23. En normaal, als we nu... Dat kan nooit zijn. Dat is 33. Ja, foutje. Weg. Dus ietsje meer dan 23 is daar. Dan gaan we hier hetzelfde doen. Ietsje meer dan 23. Daar. Zo. En aan deze kant ook. Ietsje meer dan 23. Dat is, ja, hier ongeveer. Goed. Nu hebben we onze puntjes uitgezet. Nu hebben we een lange lat nodig natuurlijk. Wil dat lukken dat ik die hier heb liggen? Goed. Een beetje rekening houden met de dikte van de stift. Zo. Oké. Deze kant terug. Die hebben we even helemaal nodig. En nu gaan we knippen. Ga uw gang. Nu hebben we wel onze schermpjes. Maar om die hier op te kunnen maken, is het zo dat we gaatjes gaan moeten maken. Die kunnen met de perforator gemaakt worden. Maar de scherpe randjes hier beneden, die zouden niet handig zijn. Dus ideaal zou hier een radius zijn van 5 centimeter. Dus een straal van 10 centimeter. Ben ik een beetje op zoek gegaan in huis naar iets ronds. Moet het lukken dat dit geweldige onderzettertje exact 5 centimeter is. Zeker belangrijk dat we de juiste richting houden. En nu gaan we hier met een dun stiftje dit aanduiden, die radius. Zo. En dan kunnen we die hoekjes afknippen. En dan hebben wij een nette rand gemaakt. Dat begint al beter vorm te krijgen. Als we dit hier gaan rondmaken, dan krijgen we
onze vorm die we willen hebben. Ik ga er nog 6 maken. A few moments later. Nu door middel van een template kunnen we hier netjes gaatjes prikken. Ik zie hier wel dat deze ietsje groter is dan de andere, dus dan moeten we wel een beetje gaan kijken hoe dat gaat gaan. Dat zou enigszins moeten gaan zijn. Nu gaan we kijken of die past. Hier een mooie roze nog. Dit past normaal netjes. De klik. Hier hebben we... Ja, deze gaat echt een perfecte pasvorm zijn. Hier moeten we altijd een beetje kracht zetten voor de laatste. Om over het puntje te gaan. Lukt niet altijd. Deze die ik nu heb, die is ook al een tijdje gebruikt in een andere. Daar zit hij. En hier heb je nu een mooie dichte sluiting van de rand. En dat is weer eentje die afgewerkt is. Wat vind je zelf van het resultaat? Mooi en handig. En tegelijkertijd ook veilig. Eens kijken wat we hier hebben. Nu kunt je eens proberen te wachten. Ja, start maar eens. Ik heb hier mijn mooie race setup staan, maar terwijl ik was aan het rijden heb ik een paar problemen ondervonden. Zoals het stuur, dat stond in het begin niet goed, iets met de pedalen en zo. Maar het grootste probleem is dit. Zoals je ziet, het is gewoon een racebureaustoel, maar er staan wieltjes onder. Dus de bureaustoel rolt gewoon. Dus nu hebben we een hoop rommel achter de stoel moeten zetten. Maar eigenlijk is dat geen oplossing. Dus wat hebben wij gedaan? In FreeCAD hebben wij een blokje getekend wat rond de steunpaal, zal ik maar zeggen, van de bureaustoel past. Waar dat we een houten balkje achter gaan monteren, dat we het hier aan het bureau kunnen vastmaken. A few moments later. Dus, voilà, hier is het. Vers uit de 3D-printer. Alleen de 3D-printer wel een klein probleempje, maar dat maakt niet veel uit. En natuurlijk hadden we ook aan deze schroefjes nodig. Maar die vonden we niet meteen. Dus hadden we op Amazon gezocht en hadden we dit gevonden. Niet helemaal wat we nodig hadden, maar de schroef konden we er perfect van gebruiken. Ik heb hier een MDF-lat die net de maat heeft van het blokje. Die gaat hier tegenkomen, maar die moet ietsje meer hebben. Want we gaan hier ook nog een balkje tegen moeten maken.
waarop deze MDF-plaat dan weer vervolgens schroeft. Nu ga ik hier de dikte meten. Ik heb een schuifmaat. Het is een digitale, maar ja, werkt niet heel precies, maar meer dan precies genoeg voor wat we hier moeten doen. Dus dat wil zeggen dat we hier zitten op een dikte van 2,2 centimeter. Oftewel, ja, het zal ongeveer een 22 millimeter zal die zijn. Dus, ik heb hier al eens even afgemeten. Ga hier kijken. Dit geheel moeten we dan hebben met aan beide kanten 22 millimeter. Ik zou dat ook kunnen meten met de lat, maar wij zijn lui van aard. En eerlijk gezegd vinden we momenteel heel even de meter niet. Dus, hoe gaan we dat doen? Zo, deze ga ik hier even tegenhouden. Zo, dat ziet er al vrij goed uit. Zo, nu gaan we die vasthouden. Nu hou jij die hier vast. Zo. Ja. Nu ga ik hier hetzelfde doen. Zo. Tot hier parallel tegen. En als we dat nu aftekenen, we hebben hier deze maat. Die hebben we al gemeten net met de schuifmaat, dat we daar zeker dezelfde hoogte hebben. Goed, en we gaan hier aftekenen. Ik denk dat die iets van... Ah, dat zal niet doen. We gaan kijken. Ik ga hier aan de achterkant een lijntje tekenen. Zo. En als alles goed is, hebben we hier nu een net lijntje. Zo. En dit hier gaan we nu haaks uitzetten. En dan kunnen we het afzagen. Heb je geen winkelhaak bij de hand? Geen probleem. Iedere zaag heeft een 45 graden hoek en een 90 graden hoek. Dus ik ga dit nu hier netjes tegenplaatsen. En dan kunnen we dit lijntje netjes recht aftekenen. Wat ook bij de montage natuurlijk wel het verschil gaat maken. Zo. Hier hebben we nu ons rechtlijntje. En die ga ik even zagen. Dan ben ik zo terug. Oh, we hebben een beugeltje gefabriekt. Belangrijk hierbij is dat we hier deze schroeven zeker goed voorboren en voldoende dik nemen, dat de stevigheid gegarandeerd is. Nu ga ik dit boutenpatroon hier overzetten, hierop. En dan gaan we vier gaatjes boren, dan zijn we aardig in de buurt. We komen hier normaal denk ik redelijk net uit aan het ijzertje, waar dat we dan een systeem kunnen gaan bedenken om het vast te maken. Boutjes staan 9 uit elkaar. En de hoogte moet ik ook nog even meten. Dat was... doordat zo het scheef erin gekneld zitten, 4 zie ik hier. 4. En hier is het ook ongeveer 4. Dit plankje is 7. We hebben 4 nodig, dus dat wil zeggen 1,5 centimeter aan iedere kant. Dus hier gaan we 1,5 centimeter moeten hebben en hier ook. En nu gaan we dat hier moeten overzetten. De boutjes stonden, als ik me goed kan herinneren, 9 uit elkaar. Even meten, ja. 9 en... Ja, 9. Dus dat wil zeggen 4,5 aan iedere kant. Hier hebben we 4,5. En hier ook. En dan hier 4,5. En hier ook 4,5. Gaan we hier heel eventjes een lijntje trekken. Zo. Dat we hier zeker recht gealigneerd zijn. Ook. Zo. Dan gaan we nog eens nameten. Oké, goed. Hier hebben we dan, hadden we gezegd, 1,5. Dus dat wil zeggen hier boren. En hier boren. En dan gaan we hier hetzelfde doen. 1,5. Hier had ik ietsje verder mogen gaan. Zo. Hier zo. En hier zo. Goed. Tijd om onze boormachine erbij te nemen. En dit te boren. Oké, dat ziet er ook al goed uit. Hier maar weer. Zo.
werken hier. Beetje proper maken nog. Het is een wat oudere MDF-plaat, dus ja, een beetje meer splitsing in het boren. Zo, goed. Oh, veiligheid. Even gaan we kijken. Dan ga ik het heel een beetje eruit trekken hier. Zo. Ja, nog minder erdoor natuurlijk. Goed, nu moet onze beugel normaal, als het goed is, daarop gaan passen dadelijk. Dus dit ziet er al vrij goed uit. En dan gaan we hier de boutjes terug losdraaien. En dan zouden we er moeten zijn. Goed, dan gaan we hier kijken. We nog een beetje hergebruik kunnen maken van bepaalde onderdeeltjes. Deze komt exact uit om hier het plankje tegen te houden. En wel een iets korter schroefje, dat er niks uitsteekt. We hebben dan een rondelletje hier, waar we er ook tussen kunnen gaan gebruiken. En we gaan nu voorboren. Bij voorboren zeker drie verschillende of vier verschillende maatjes, boortjes. Anders is dat een onmogelijk begonnen werkje. Dus daar gaan we. Dunne boortjes, altijd opletten. Redelijk, redelijk fragiel. Wat ik had gedaan aan de andere kant was niet zo... netjes, maar het werkt wel. Hier ongeveer op 8 moeten we zitten. Daar moet ik gaan boren om het geheel dadelijk hier zo net als daar vast te zetten. Nu zijn we er. Nu gaan we hier al heel eventjes de boutjes nog indraaien. En dan kan er een eerste proef gereden worden. Ik hoor dat je al alles bent en klaarmaken. Ja, zeker dat. Werk. Hoe is de afstand nu? Perfect. Dat is een mooie zaak, want de andere afstand was niet meer mogelijk geweest, want het is nu voorgeboren. Geef je mij daar de schroevendraaier nog even? De firma dankt u. A few moments later. Goed, het begint zich vast te schroeven. Die holle muurpluggen zijn eigenlijk ideaal om dan de achterkant vast te houden, want dat pakt ook het volledige balkje. Even stofzuigen om alles proper te maken. Dat denk ik ook. Mensen met oortjes, ja. Dood. Ja, dood niet, maar... Dood. Goed. Alright. Turn up the volume. Heel even alles wat opruimen, dan gaan we testen, hè. Wat vinden we van de resultaten? Het zijn goede resultaten. Hey Herling, wat zijn we aan het doen? Hier is nog een auto van een vriend van ons. Het is een lang verhaal. Het was voor zijn verjaardag. We hebben een beetje stickers opgeplakt en zo. Maar dat maakt niet veel uit. Staat er nu in onze garage. Er is eigenlijk niet zoveel mis mee. Maar hier in België hebben we een euronorm. Dat is dat bepaalt hoe zuinig en hoe goed voor de natuur uw motor is. En deze is euro 0. Dat is een van de slechtste dingen wat er is. Dus als je hem wilt inschrijven, dan kost dat 3 keer zoveel als wat een auto waard is. Dus, we gaan er iets mee doen. Maar wat? Dan moet je maar de video liken en subscriben en iets in de comments achterlaten. Dan zullen we het je misschien in de volgende video zeggen.